Ja. Dat zie je jou zitten. Dus de TikTok-account, ik ben vreselijk. Zal ik ben een beetje te oud voor niemand me uitlachen. Ja, ik hoef het. Hé, jongens, waar heeft een account? Doe je me vooral niet gevolgd. Van mijn moeder. Stiekem. Stiekem leuk. Ik zie een klein kopje. Dan ook wel, hè? Ah, opnieuw, opnieuw. Oh, dit is echt moeilijk. Dit, ja, dat was moeilijk. Je deed hem niet. Het is goed. Ja. Tell me why. Verder op het gras. Welkom in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En het is vandaag, jongens. Zaterdagochtend, het is weekend. Je ziet Luan lekker in zijn thuispak zitten. Lucilla is daar lekker aan het keuvelen. Die heeft al wel de kleren aan, die was wat eerder wakker. En, ja, jullie zien het goed aan de titel van deze vlog. De kinderen hebben nog nergens geen besef van. Maar wat? Ik heb vanochtend iets ontdekt. Wat? Wat, mama? Nou, ik kwam hierachter door jullie fans. Ik was het zelf helemaal vergeten. Ik wist het echt niet meer. Het is een hele tijd geleden. Maar ik heb iets ontdekt. Ik ben jarig. Nee. Ik ben niet jarig. Wat denk jij, Lucilla? Ik denk dat jij ook een kanaal hebt van Tantik. Wow, jij hebt iets al gezien vanochtend, hè? Wat? Ja. Oké, gaan we eens even kijken. Gaan we eens even kijken. Is dit jouw account? Heb jij deze? Maar het heette toen nog geen TikTok. Nee. Het heette toen Musical.ly. Wie is dat jongetje? Dat ben ik. Jij had vroeger TikTok. Nou ja, vroeger, dat is van 4 jaar geleden. Toen was jij 3. Maar nu 7. Jullie fans, die zeiden dat maar tegen mij. Maar je hebt een nieuwe foto erop. Ja, ik heb hem vanochtend even geüpdate, inderdaad. Jullie fans zeiden, hey Farah, er is ook een account van jou. Dus natuurlijk ga ik dat ook even weer checken. Misschien zijn dat dan weer leuke fanaccounts. Helemaal niet erg, maar even checken. Maar ik zag van, hey Farah Bellinga. En toen ging me wat branden. En ik denk, hey, inderdaad. Ik weet nog, toen Musical.ly een beetje opkwam. Deze video was bij een YouTube training waar wij toenertijd van waren. Daar waren we voor uitgenodigd. Voor YouTube was dat. En in die training vertelden ze over Musical.ly. En toen heb ik in de pauze van die training met Luan, want Luan en Lucilla waren mee, heb ik dit filmpje opgemaakt. Dit is in dat pauze gebeuren van die training. Was ik toen erbij? En toen, ja, je was er toen bij, maar ja, ik zie jou ook nog. Kijk maar, als je goed kijkt, zie je op de achtergrond, zie je jou zitten. Daar, zie je dat? Ja, ik zag zag je jou? Ja. Dus dan had ik dat inderdaad op mijn telefoon gezet. Dus even kijken waar het is over hebben in die training. Het was een nieuw platform, Musical.ly hadden ze het over. En dan weet je wat ook nu nieuw is? Nou? Nou, als je hier naartoe gaat, dan hier, dan sta jij hierbij. Kijk, dit zijn nu dus de TikTok-accounts. Die dus in ons beheer zijn. En ik keek vanochtend dus en ik denk, hey, ik kan dus nog inloggen op dat account. En ik kon erop en ik dacht, want vroeger heette dat Musical.ly en tegenwoordig heet dat dus TikTok. Dus het lampje was vanochtend gaan branden en ik dacht, oh wat grappig, wat leuk. Zal ik eens een TikTokje opnemen? Dus ik heb vanochtend, een TikTok dansje opgenomen. Oh, aan de ene kant denk ik, oh vreselijk, zal ik het posten? Niemand die weet het in principe nog. Ik zag dus dat ik dus ook al wat volgers had. Ik heb er inmiddels al wel nu even iets. Ik heb er nu 10.000, zie ik nu. Maar toen ik dus hem opende, had ik iets van 8.000 volgers. Dus ik dacht, oké, best wel wat voor een account wat 4 jaar oud is. Waar ik helemaal niks mee doe. Maar blijkbaar hebben jullie dat dus opgezocht en zijn jullie het account gaan volgen. Dus ik dacht, nou zal ik eens eventjes een TikTokje gaan maken vanochtend. Dus wat is mama nou gaan doen? Ja, ik dacht eerst van, oh, zal ik het op posten? Misschien, ja, en wat ik al zei, voel ik me een beetje te oud voor TikTok. Maar door Luan en Lucilla zit ik ook niet meer. Maar jij had dus TikTok. Waarom heb je het nooit vertaald? Ja, ik maakte die link niet en het was al zo oud. En ik heb eigenlijk nooit wat mee gedaan. Had jij net gemaakt. Ja, die heb ik dus net gemaakt. Dus ik dacht, doordat de kinderen zoveel op TikTok zitten, zie ik ook wat meerdere TikTokkers. En er zijn inderdaad ook wel best wel veel volwassen TikTokkers. Dus ik dacht bij mezelf, ik zal het eens gewoon proberen. Zal ik eens proberen een dansje te gaan doen. Zoals ik met Luan en Lucilla oefen. Maar dan op mijn eigen account. Dat heb ik dus gedaan. Ik heb hem vanochtend gepost. Wil je hem zien? Maar wel beloven. Je gaat niet mama uitlachen. Mag wel toelachen.
versie? Nee. Oké. Okay. Geen idee jongens of ik hier heel actief op ga posten. Als ik het leuk vind en ik heb tijd over, dan moet ik wel bijzeggen. Het is wel weer tijdrovend zeg maar. Als ik echt momentje... Als jullie misschien op school zitten en Luxie die slaapt. Maar ik heb niks te doen. Maar je bent 32. Ja. Je bent echt veel te oud. Moet ik wel zeggen. Weet je dat je een te oude moeder hebt voor TikTok? Ja, maar hoe oud was je hier toen? Ja, toen was ik dus 4 jaar jonger. Is de nieuwe selfie. Nee, 29 oktober 2016 heb ik het opgenomen. Het is nu 2020. Dus het is 4 jaar, iets meer dan 4 jaar geleden. Dus ik ben nu 32. Maar hoe oud was ik toen? 27 of 28 was ik toen. Oh, zo. Dus onze video's lopen dus 1,5 week achter. En ik heb het nu ontdekt. En deze vlog komt over 1,5 week online. En ik heb dit, natuurlijk hier dingen opgepost op dat account. En ik heb het volgens mij ook gedeeld op mijn story, op mijn Instagram story. Dus er zijn allemaal berichtjes over, hey, heeft haar een account? Hey jongens, waar heeft een account? Maar ze hadden maar 2 accounts en de vlog zegt dat ze maar 2 accounts heeft. Maar dat komt dus inderdaad omdat onze video's op YouTube achterlopen. Maar goed, als je het dus leuk vindt, het hoeft natuurlijk niet. Als je zoiets hebt, ik hoef dat echt niet te zien, moet je me vooral niet gaan volgen. Maar als je het leuk vindt en je denkt, nou, die gekke moeder wil ik wel volgen, kun je me natuurlijk volgen. Ik heb geen idee of ik daar heel veel op ga posten of zo, maar... Gewoon wanneer ik er tijd over heb en ik denk, goh, wat grappig, misschien ook met de kinderen samen of zo, ik weet het niet. Moet je nou lachen? Moet je nou lachen om je moeder? Ik doe. Dus ja, dat is het. Hey, Meluan. Ja. Vind jij het leuk om misschien mama een beetje te helpen dan? Natuurlijk! Dat ik leuke TikTokjes maak zonder dat jij mij uitlacht. Natuurlijk! Nou kijk, dan zoek je hier gewoon een heel leuk dansje. Ja. Of hier bijvoorbeeld. Ja. Maar dan kan je ook naar mijn account. Ja. Kijk, dan heb je hier allemaal dansjes. Ja. Dan druk je hierop. Ja. Ik denk, ik wil deze wel oefenen. En dan oefen je die. En dan kon je die ook misschien goed doen. En dan kon ik achter de schermen wel een beetje helpen. Oh ja, dat vind ik echt heel fijn. Ja? Dat ik een beetje, want jij bent al best wel goed eigenlijk erin. Ja, en deze. Je hebt er ook al heel veel. Ja, ik wil dat jij die doet. Die? Ja, zoals die ja. Hebben jullie deze al gezien namelijk? We hebben gisteren opgenomen, hè? Ja, bij opa en oma. Gisteren gingen we eten bij opa en oma. Toen hadden we de vlog al afgesloten. Maar hebben we daar samen een TikTokje opgenomen, hè? Ja. Maar misschien wel leuk om ook wat video's met jullie op te nemen. Dat ik even met Lucilla doe en met jou en met Luxie ook. Ja. Luxie heeft geen eigen account, jongens, tot nu toe nog. Nee, als Luxie iets van 4 is. Het moet niet gekker worden met TikTok. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, stiekem. Maar hoe heet het? Maar stiekem. Hoe heet het ik was een, ja, Musical.ly, zo heet het eerst. Maar ik was eerst een beetje bevooroordeeld. Ik dacht, Musical.ly of TikTok, moet dat nou? Weet je? Maar... Door Luan en Lucilla ben ik toch stiekem wel een klein beetje fan geworden van TikTok. Het is gewoon heel leuk om die filmpjes te maken. Dus jij was stiekem fan van TikTok? Ja, maar ik dacht, oh nee, dat kan niet. Want ik ben veel te oud en ik ben moeder. En deze mensen wachten, dat kan toch niet? Ik ben niet meer jong. Kijk, maar waarom heb je dit gedaan? Toen was je al wel moeder. Toen was ik al wel moeder. Ja, omdat ik dat dus wilde uitproberen. Oh ja, dit nummer. Toen dus opgenomen in die training. Omdat ik wilde weten waarover ze die training gaven. Ze zeiden, oh, er is een nieuw platform, Musical.ly. En dat kun je downloaden. Kun je op je telefoon zetten. En dan kan je video's op maken. Maar toen was ook Instagram, was net ook een beetje Instagram upcoming, zeg maar. Dus ik was best wel gefocust op Instagram. Oh. YouTube. En toen had ik zoiets, ik ga niet zoveel dingen bijhouden. En dat Musical.ly begreep ik helemaal niks van. We waren lekker bezig. Ja, maar toen heette dat Musical.ly. Ja, dus ik dacht, oh leuk, ik had het even geprobeerd. En ik wist waar ze het over hadden in die training. Maar ik heb er voor de rest niks mee gedaan. Ja, ik was natuurlijk zat ook met jullie. Zo is het eigenlijk ontstaan dat ik toen dat account heb aangemaakt. Maar misschien is het nu wel leuk om dat weer te gaan bijhouden. Maar goed, test dus zaterdagochtend. Kijk, en ze heeft ook nog een nieuwe foto bijgepakt. Ja, ik heb deze foto even gepakt. Vond je die leuk of niet? Ja, best wel leuk. Foto. Ik dacht, dat is ook een beetje zo'n pakkende foto die een beetje opvalt. Zo'n cowboy girl. Val je misschien een beetje op dezelfde TikTokers. Ja, en man. Ja, grappig hè? Dan gaan ze even lekker ontbijten. En ja, misschien kunnen we vandaag weer wat TikTokjes gaan opnemen. Ik heb geen idee of jullie het trouwens leuk vinden om in de vlog te zien. Maar goed, dat is wat het is. Hey, Luxie. Is Luxie uit de paasje aan het spelen? Nee. Papa. Papa, volgens mij is papa al wel wakker. Ik hoor wat gerommel en de bommel boven.
Of niet? Hm? Al hebben we hem erover. En een goede morgen. Kijk, vaders. Wauw, wat ziet vader er. Ja, weer rood, maar een nieuw rood. We hebben gisterochtend heel vroeg op uit gegaan. Ja, oh ja. Ja, dat is zo. Daniel was gisteren wezen shoppen. Maar ik heb die beeldjes van gisteren die hij heeft gefilmd, ben ik vergeten een vlog te doen gisteren. Dus die zullen we nu eventjes laten zien. Komen ze. Hoe die gaat heeft geshopt. De stad in. We waren wel de eerste in de winkel. Nou, dat maakt niet uit. Ik heb het nu zo gedaan. Ik heb één setje van dezelfde maat broek aan. En één setje van de normale polo. Maar die maat past me goed. In 10 minuten geslaagd. Twee tassen terug naar huis. Dus hij heeft vandaag zijn nieuwe outfit aan. Het was heel leuk. Ik heb het gisteren als eerste in de winkel gehaald. Dat was helemaal niemand. Ik was helemaal alleen. Ja. En ik was in 10 minuten klaar. Ja, dat is lekker dan als je alleen gaat shoppen. En de tas vol. Zal ik jullie eens aanzien? Even kijken. Wat zit er allemaal in de tas? Zo. Nou, weer helemaal in het nieuw. Ik ben klaar voor de zomer. Nu ben ik heel benieuwd hoe Daniel gaat reageren op mijn TikTok-account. Maar Daniel, die weet ook dat we helemaal into de TikTok zijn met de kids. Ik ben de hele dag bezig. Kijk eens wat ik heb gevonden. Kan je dat nog herinneren? Kan je deze nog herinneren? Ja, dat was die... die hele oude. Ik ben even... Van zoveel jaren oud, joh. Deze is 2016. Toen had je al TikTok geopend. Ja, maar toen heette het dus Musical.ly. Weet je nog dat we bij de YouTube training waren? En dat ze vertelden, hey, er is een nieuwe platform Musical.ly. En dat ik in de pauze toen die app heb gedownload. Ja. Grappig, hè? 16. Ze waren een van de eerste TikTokkers Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar ik heb dus vanochtend niet lachen, deze gemaakt. Ja, leuk hoor, speels. Mijn jonge vrouwtje, leuk hoor. Maar dan ga je niet van mij vragen dat ik ook ze ga konkelen, toch? Nee, ga je dat niet doen? Nee. TikTok-account. Wie wil er een TikTok-account van Daniel? Ja! TikTok-account van Daniel! TikTok-account van Daniel! Misschien voor mijn 40ste verjaardag, want morgen in de vlog ben ik 40 geworden. Iedereen Daniel helemaal gaan feliciteren nu. Dat hij helemaal overdonderd wordt van alle felicitaties. Hij is 28 mei, wordt hij 40. Dat is morgen in de vlog, ja. Helaas geen grote corona, of geen grote party, want we hebben corona time. Feestje met ons vijver, hè? Feestje met ons vijver. En we hebben helaas ook nog niet onze serre trouwens. Tuinkamer moeten we zeggen. Dit is niet een officiële serre, maar... We hadden dus de tuinkamer eigenlijk gewild voor de verjaardag van Daniel. Dat er hier een tuinkamer zou staan. En de tuinkamer zelf zou ook wel gebouwd kunnen worden... Voor zijn verjaardag. Alleen we hebben dus die waaier, hè, die daar staat. Ja, en die monteur had 6 weken achterstand. Dus waarschijnlijk continu op onze 9e huwelijksjaar staan. Nu pas in juni. En in juni hebben wij onze trouwdatum. Dus we dachten, nou dan doen we het gewoon voor onze 9 jaar getrouwd zijn. 10 jaar samen. Ja, ook nog wel voor mijn verjaardag natuurlijk. Ook nog een beetje voor je verjaardag. We pakken dit gewoon in. En dat was ook eigenlijk mama's verjaardag. En ook nog voor mijn verjaardag. Hè. En Luas verjaardag en Lucie's verjaardag en Lucie's verjaardag. Dan krijg je gewoon een hele mooie tuinkamer. Een flinke verbouwing. Maar dan hebben wij een leefruimte. Ja. Goedemorgen, Woezel. Lig je ook lekker te chillen op de bank? Nou, ondertussen zijn we even lekker de Kids Top 20 aan het kijken. Weer een beetje de gewoonte op zaterdagochtend. Daar willen we nog in staan. Ja, geen idee. Gaan we zien. Kijk, Luan. Zijn dit nou TikTok-dansjes? Hey. Alles is helemaal into de TikTok deze tijden. Ja, maar mam. Ja. Kijk dan, allemaal TikTok-dansjes. Ik zie alleen geen moeder ertussen staan. Geen papa's. Geen papa's. Dit nummer, dit is ook wel TikTok-dansje. Ja, grappig hè? Maar wie staat er op 1? En deze week staat hier Lil Bellinga met Cowboy Fashion. Oh! Weer! Dankjewel, lieve mens. Zit hij er weer op? Kijk dan. Zelf mondkapjes maken. Ja! Yeah.
dat klopt, hè? Dat heb je gedaan. All my selfies is that good, ik ben een cowboy. Hoe stop ik op iedereen aan de kant? Cowboy! Hoppaatje hop. Luxie begon op mij. Leuk hoor. Hartstikke leuk. Super. Nog steeds. Leuk. Heeft Luxie een klein kopje? Dat is een mooi klein kopje. Soms. Aan tafel. We hebben er lekker een. We hebben lekkere bolletjes. Wat is het nou? Krentenbollen. Lekker fruitje erbij. Luxie ook op de stoel. Ga je dat zelf doen? Jammer. Ja. Goed, ja, ik zie het. Daar, ja, zegt ze. Heel goed voor jou. Mag me even aanschuiven? 1, 2. Hoepatee. Oeh, die is lekker. Met het rietje erbij. Oeh, ja. Goed, zo Luxie. Dat is lekker, hè? Nou jongens, tas toe. Bolletjes zijn nog lekker warm. Mag ik deze nog, of is die? Ja, die mag jij. Ja, die mag jij. Nog eentje met kaas. Hé, moet ik dat bij jou doen? Ja. Oh! Die Silla is toch geen kneedpoppetje? Meisjes. En waarin doen die zakdoekjes daar? Of die poetsdoekjes? Ah, ik snap het al. De meisjes zijn aan het poetsen geslagen. Nou, dat is handig. Hé, dan blinkt alles weer mooi. Luxie. Alle vette handjes eraf poetsen, Luxie. Heel goed, de klinken corona-proof maken. Heel goed. Dit schetje. Ik wil een kokijtje. Ja, ikke. Ikke. En Luan is weer in zijn kassen bezig. Luan is, je denkt dat Luan aan het spelen is in de kassen, maar nee, dat is hij niet aan het doen. Want nee, Luan die rekent sommen uit. Want dit is namelijk een rekenmachine. Ja, mam. 80. Ja. Plus 3. Is 83. Nou, bingo. Hoi. 80. En doe nou eens 80 plus 30. Nee, 80. Dat was de kassa. Dat spreekt me 80 plus 30. Dat doe je eigenlijk. 8 plus 3. 110. Nee, nou, Lucilla. 4 plus 4 is 8. Ja, goed zo, Lucilla. 2 plus 2 is 4. Ja, maar heeft Kassa dat uitgerekend of weet jij dat gewoon? Ik weet dat gewoon. Weet je? Ik heb nog een som. Nog een som, kom maar op. 90. Tel, joi! Plus 11. Dat is 400. 101. Ik vergeet het woord elke keer. Ja, 101. Luxie. Is de popje moe, Luxie? Ja. Ja? Ik zie het. Ik wil een moeilijke som, mama. Een moeilijke som. Kom maar op. Ik zie ook een moeilijke som. Nee. Ja, je kan erbij. Oh, Lux. Oh. 99 staan. 199? 199. Goed zo, Luxie. Ik moet nog is doen. Oh, is. Dat. Zo, dat is. Ja, dat weet ik niet hoe het is. 100. Nee, wat, nou, wat staat hier nou? 100.099? Nee. 1999. Daar heb ik ook de boekhouding. Sarah ziet soms een nulletje minder. Ik ben niet Mia ziet ze niet. Dus. Iedereen heeft zijn talent. Ja, dus niet de mijne dit, maar weer de Daniel. Wij zijn inmiddels op Luan's kamer beland. En Luan is even aan het kijken wat voor een TikTok dansje die van mama heeft. Kijk. Maar hij heeft hele... Luan heeft
nu een heel leuk dansje. Ik moet heel eerlijk zeggen, het dansje heeft hij al een keer op zijn TikTok gedaan. Dus ik heb al een keertje met hem geoefend. Want ik oefen gewoon een beetje mee met de dansjes. Om hem een beetje te helpen met die dansjes te leren kennen, zeg maar. Maar hij zei, mam, dat moet je ook op jouw account doen. Dan moet jij het dansje ook gaan doen. Dus ik ga een poging wagen, jongens, om weer een echt TikTok dansje te gaan maken. En kijk eens wie er hier in de keuken staat. Met Ellie en Rick het liedje Sil Goed Sil. Sil van papa Elvas. Sil van Elvas. Goed gedaan, Sil. Mijn helpster. Luxie, wat heb je gedaan? Mooi. Hey. Heb jij mama's make-up doosje gezeten? Mooi. Ja, is heel mooi. Kijk, wil je eens al kijken? Je bent een soort glitterbol geworden. Mama. Mama ook. Mooi. Ja, is heel mooi, schatje. Mama. Maar waar heb je dat gedaan? Laat eens zien. Waar heb je dat gepakt? Laat eens even kijken, mama. Waar heb je dat gepakt? Oh ja, dat heb ik een beetje op jouw hoogte neergezet. En dat doosje. Oh, en met dat sponsje erbij. Mooi gedaan hoor. Ja, supermooi. Dat was alleen niet helemaal de bedoeling. Maar goed, dat zien we maar even door de vingers. Dan had ik het ook maar niet zo laag moeten neerzetten. Dus ik zet het mandje nu maar even weer iets hoger neer. Wat heb je daar gevonden, Lux? Wat is er? Ja. Wil je je jurk aan? Ja. Luxie is op dit moment echt helemaal into de prinsessen en de tutten. En eigenlijk doet ze alles een beetje na wat Lucilla ook doet. Zij wilde per se slapen in haar prinsessenjurk. Dus we hebben haar toen die prinsessenjurk aangedaan. Deze met de jurk gaan slapen. En toen ze in slaap is gevallen, hebben wij weer heel zachtjes de jurk uitgedaan. Zo gek is ze op deze prinsessenjurk. Die heeft ze van haar verjaardag gekregen. Moet die weer aan vandaag? Wil je vandaag weer een prinses zijn? Kan Luxie, zeggen prinses? Kan Luxie zeggen? Wat zeg je? Prinses, hè? Want dat kan ze dus zeggen. Zegt ze pins, ze zegt pins, zegt ze nog een beetje. Kijk, en dan heeft ze ook deze haarband van Lucilla. Die wilt ze dan ook op, hè? Zo, op, achter je oren. Zo. Zo, mooi. En dan ga je nou doen? Kijk, dan loopt ze naar de spiegel toe. En dan gaat ze even kijken. Ben je mooi, schatje? Ja, en dan ga je dansen, liefie. Ga eerst een keertje oefenen, goed? Ja. Dat doe je goed. Ah ja, en dan. Ik weet het niet meer. Ik moet even kijken. Luxie, heb jij mooi? Ah, overnieuw. Hè? Nee, overnieuw. Nou, man. Oh, dit is echt moeilijk. Slap. Ja. Oké, gaan we voor het echt proberen. Ja? En hoe nu? Ik deed hem daar niet helemaal goed, zag je dat? Ik ging naar de fout in. Ik ga hem even één keer doen? Ja, ik ga hem nog een keer doen. Ik ga nu proberen hem en de langzaam te doen. Dat ik langzaam de dingen alles uitvoer, zeg maar. Kijk of het dan beter eruit ziet. Maar volgens mij ging het net ook wel goed. Maar we gaan proberen, goed? Oké. Nee, overnieuw. Mam. Overnieuw. Ja, kruis onder dit, hè. Oh, dit, ja. Dat was ik vergeten. Ja, mam, je moet kruis doen. Je moet kruis doen. Mam, kruis en dan dit. Oh, even kijken hoe dit eruit ziet, hoor. Even, jongens, even kijken hoe dit eruit ziet. Tijd om iets te doen. Dus je moet langzaam
boven. Ja, en langzamer bellen. Maar ik vind hem... Ja, moet ik hem nog een keer doen? Ja, zet maar op bewaren. Is het gelukt, Lu? Het is gelukt. Ja, je hebt het goed gedaan. Je hebt het goed gedaan. Oh. Nou, hoeveel keer? Misschien wel 10 keer proberen? Nou, ik van 6 of 7 keer, denk ik. Nou, hey, high five. Goed gedaan. Geslaagd. Oké, inmiddels zijn we een tijdje verder. En Luan zegt, oh mam, zullen we nog een verhaaltjes TikTok opnemen? Dat vindt hij altijd heel erg leuk om op te nemen. En dan hebben we er eentje gezien. Ja. En die wilt hij buiten opnemen. Ja. Dus we gaan eventjes naar buiten. Het is niet echt een soort verhaaltje. Het is niet echt een verhaaltje. Het is een beetje een... Het is wel een dialoogje, zeg maar. Maar dan wel met een muziekje eronder. Nee, hello. Okay, en dan doe jij stop. Stop, Martha, sorry. Jij moet een beetje... Touch me. Oh ja, stop, don't touch me. Ja, ik wil meer horen. 1, 2... How you doing? Stop! Don't touch me there! Tell me why! It's Corona time! Okay, bye! Sophie, jij is heel leuk! Hij is leuk, hij is echt heel leuk! Luxie gaat even lekker een slaapje doen. En ja, daar staan de koeien in de wei. Ja, de kalf is al heel groot geworden, schatje. Dat heb je goed gezien. Nou, we gaan even lekker de hondjes uitlaten. Zo, we laten TikTokje even achter ons, Lu. Ja. En we gaan even lekker frisse neuzen halen. Hier in het parkje kan Luxie even lekker haar slaapje doen. Kunnen we de honden even uitlaten. Lucille even op de fietsje. En even lekker de benen strekken. Anders hangen we maar de hele dag binnen. Hé jongen? Uh-huh. Door het gras. Hé, hey, daar is ze weer. Ja, dan moet je hard trappen, hè, door het gras. Zo. Kom maar, Woezelpip. Zo. Ja, het is heerlijk buiten. Pipje is nog steeds een beetje bang voor de ezeltjes. Die is een keer in deze wei terecht gekomen en toen renden deze ezels helemaal achter Pip aan. Dus Pip die is bijna... niet meer erin, hè? En Woezel die heeft nergens geen last van. Ja. Och, Pip. Het is weer tijd om even lekker te gaan koken. En ik ben maar even achter de pannen gedoken. Ik heb hier lekker gehakt, macaroni en lekkere macaroni groentjes. Die we lekker doorheen gaan doen. En dan alsnog verrassing, lekker gebakken eitje erbij. Dat wordt smullen. Ik zeg aan tafel. Vond je het dan weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klikken op het belletje. En
we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Toedeloo! Voeg je hart, boem boem mee, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan, als je danst, boem boem mee.